uitgezet door een vrouw naam. Ja, ja. De man kwam thuis. We zijn er weer. Hoi. Gewoon op je beeldscherm de gierige gasten Martijn en Niels zoals van ouds. En ja. We gaan gierige streken uithalen het aankomende seizoen. En veel en heftig ook, toch? Wat hebberig van weer zin in. Ja, he? Je mag niet schelden meer van YouTube. Wat gaan we vandaag doen, Martijn? We gaan iets heel velens doen. We gaan namelijk al onze kleding uitdoen. En dan gaan we in de winkel binnenrennen met het verhaal. Oké, ik heb zojuist met de buurvrouw hele rare dingen gedaan. En in één keer kwam haar man thuis. Blijkbaar had ze een man. En nu sta ik hier zonder kleren. Alsjeblieft, geef mij iets. Ja, de vraag is, krijg je kleding mee? Een broek, een shirt, een trui? Ja, dat is wel, hè? Dat is het idee. Ik zou zeggen, bijt jij het spits af? Ik zou zeggen, laten we dat gewoon eerlijk doen. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ja! Het duurde even, hè? Ja, dit is heel vervelend. Ja, dit is echt heel naar. Oh, man. Lekker rellen, let's go. Je weet dat jij hierna gaan moet, hè? Je kan me heel blij gaan doen. Martijn, het is het vriespunt, hè? Dus het is niet heel chill om in je blote snikkel nu buiten te lopen. Oh, zou je denken, Niels? Sowieso niet heel relaxed om in je blote snikkel buiten te lopen, maar, op publiek. Maar met alcohol heb je dan nooit een probleem mee. Maar ja, eigenlijk is het een beetje een anti-bucketlist, hè? Het is echt een anti-bucketlist. Wat echt een fucking leuk bruggetje is eigenlijk, want we komen terug met de anti-bucketlist, jongens. Ja, komende donderdag. Hier, gewoon door het winkelcentrum. Ik ga niet 300 meter in mijn naakje over straat lopen. Jij weet dat het illegaal is, hè? Ja, maar jij bent op straat gegooid, gozer, door die vrouw. Dat is wel waar. Het is niet, jij kan er niet heel veel aan doen, hè? Fuck, waarom doe ik dit, jongen? Maar ik ga het ervoor doen en dan mag jij. Is goed, jongen. Je wilde naar de PC Hoofdstraat, toch? Ja. Ja, dat is echt gek, hè? Ja, gast, ik wil meteen Gucci praten, alles. Heb me die Armani broek, man. Oh, dit is een typisch druk hier, man. Deze? Hier, we kunnen hem hier ook neerzetten. Dit is ideaal. Dit is echt fucking ideaal. Beter dan dit ga je niet krijgen. Dit is echt voor de deur. Het is, nou ja, ik denk nog geen 20 meter lopen. Auwe! Dit ga je zo slecht. Gast, even de mindset even juist zetten. Oké. Okay. Ja? Nou, Nelis is al binnen. Oh, joh, ik ga hier zo slecht op. Ik heb bloedheet, ik zweet me helemaal de tering. Natuurlijk niet realistisch dat ik überhaupt iets ga meekrijgen. Oh, joh, oké, gaan we dan. Gozer, dit is zo kut om te doen. Ja, dat geloof ik. Die vrouw had gewoon echt scheid, hè? Ja, ze had scheid, ja. Boeide er echt niks. Zo, ik weet hoe het voelt. Je voelt je al best wel een vies peuk als je hier naakt in de auto zit, kan ik je vertellen. Wat zei je dan net? Mijn onderbroekje zo uit. Nee. Je voelt je goor, ouwe. Als ik zei het toch? Je gewoon in je. Je zit in de hand. Je zweetzak zit je met je hand onder de deken met je ballen af te schermen. Terwijl iedereen je auto in kan kijken. Dit is echt zo bizar. Succes! Oh, joh. Zit je nou naakt? Wat zit hij nou naakt? Mierasse!
Ik ben een Nee, dit is alleen maar vrouwenkleding. Heeft u alleen vrouwenkleding hier? Heeft u niet iets van een sluier of... Nee, ja, ik ben bij een meisje bezig slapen en haar man kennelijk kwam thuis. Dus ik ben nu zo... Nee, echt niet. Maar ik sta hier in een keer... Ik ga het niet vervangen. Oké, dit is super lief, weet je wel. Anders dan wacht je even hier. Oh ja, sorry. Mag ik hier achter de paskamer? Waar is die achterin? Oké. Gaat die? Wat heb je gedaan dan? Ja, ik was gewoon bij mij en ik zat in de kast. Je zat in de kast? Ik zat in de kast verstopt. Niet waar, heb ik dat gemist? Hij zit er nog hoor. Ken je? Nee, ik kom wel bekend voor. Hij was bij een vrouw blijven slapen, toen kwam haar man thuis of zoiets, zei hij toch? Ja, het is geweldig. Kijk maar even op de kast. Sorry. Het ligt daar. Ja. Je past ook alles zo. Dit is gewoon de man van de eigenaar. Oh, echt waar? Ja. Oh, ja. Nou, dat is wat. Op een gegeven moment hadden jullie door dat het grap was, hè? Ja. Oh, echt? Maar als dit de grap is, moet je kleren niet meer terug hebben. Ja, precies. Ja. Dat ging anders dan verwacht, hè? Nee, helemaal niet. Want ik heb gewoon schoenen gekregen, sokken, een broek en een shirt. Ja, maar toen je naar buiten kwam, hadden ze door dat het grap was. Nee, maar het is gewoon gelukt. Want gelukt. Als ze ons niet had gekend... Maar jij kende die andere gozer ook. Ja, wat blijkt dus? Ik kom teruglopen. Zit daar gewoon een gast die ik ken. Zijn vrouw heeft die zaak. Dus ik heb net... Ik wist niet... De vrouw van de maatszaak op. Ja. Lekker pik. Wist ik? Ja, maar ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik denk, prima, top. Het is gelukt door een meisje die daarnaast woonde. Niet door die zaken. Ja, maar we willen kleding van de zaak. Ja. Dus ik zeg, jij mag het bij de overbuurman gaan doen. Ik kan het wel niet zelf draaien. Hoe moet je zeggen, dit is niet mijn shirt. Ja, dit was dus niet mijn vrouw. Die heeft toch wel iets. Je hebt niet in een oud shirt. Ja, handig voor je. Dit is niet mijn winkel, dus ik kan niet zo iets mee omdat jij die naakje auto zet. Deze moet ik terugbrengen, neem ik aan. Deze mag ik hebben. Oké. Dus dan ga ik naar de zeeman rennen. Ga naar de zeeman, ga naar de zeeman. Nee, grap. Ga nou. Kan ik alsjeblieft naar huis? Oh ja. Dit is heftig om te doen. Ja, dit is echt heel kut. Mensen vinden dit niet leuk. Nee. Hey, maar heel eerlijk, gratis handdoekje. Je bent Jan de Gucci broek zien nou. Oh god. Je grote droom komt uit. Mijn grote droom nog wel. Je mag op de PC. Waar wil je dit doen, jongen? Je wil een Gucci broek, toch? Ja, Boggy. Boggy? Is ook wel dik, hè? Ik hoef geen neppe merken, geef me gewoon Gucci Prada G. Alsof ze jou iets bij de Gucci gaan geven, gast. Ja, tuurlijk, gast. Oh fuck, er staat een beveiliger! Er staat een beveiliger? Ja, bij Gucci staat een beveiliger natuurlijk. Wat zou je doen dan? Ja, geen idee. Dit wordt zo gênant. Moeten we niet even een andere winkel doen dan? Gucci is wel dik, man. Je weet dat dit gewoon een keiharde paal gaat worden. Oh my god, straks zit hij de deur even, word ik gevangen gehouden en zeggen de politie komt eraan. Ruik slecht. Oké, maar fuck it. We gaan het gewoon doen. Zo, jij hebt je snel omgekleed. Ja, lijp hè? Wow.
Ja. Er kwamen in één keer 8 bodyguards in één keer out of the blue. Alsof er een fucking SWAT team uit het niets kan draven. In het begin staat er gewoon een gozer achter mij staat te filmen en die zegt, hier, check dit man, gierige gast gewoon naakt in de Gucci. En als je dat filmpje hebt, kun je dan even naar mij sturen. DM'en, die wil ik graag hebben. Leuk content. Eindstand is dat ik uiteindelijk toch kleding heb gehad van een vrouw die naast de kledingwinkel woonde. Wat ik heb is deze rode handdoek die nog steeds ruikt naar mijn balzak. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren. En we zijn gewoon weer elke week terug met een nieuwe Gierigasten aflevering. En donderdag, wat is er donderdag? Stick of Comp.